Oké, wat er nu in de Brawlers items op zitten, heb ik nog nooit gezien in Brawlers. Kijk maar even mee, dames en heren. We zitten op dit moment in de item shop en ik heb een reactiepakket gekregen. Ik heb letterlijk geen idee hoe ik deze heb gekregen. Maar in ieder geval, voordat we hiermee gaan beginnen, welkom bij deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Wij vandaag gaan we weer lekker een nieuwe Brawlers video opnemen. Ik ben echt super hyped, want ik ben dus net live geweest en opeens... Terwijl ik live was, gebeurde dit. Ik opende de itemshop en dat was eerst alleen maar de verjaardagsaanbieding en ik speelde een potje. En toen ik uit dat potje kwam, kreeg ik opeens het reactiepakket en ik dacht echt van holy shit, what the freak is dit? Ik heb geen idee wat dat is en daar gaan we vandaag in deze video achterkomen. Ik hoop in ieder geval wel dat jullie dit leuk vinden en daarom vraag ik nu alvast dat likeje achter te laten. Laat er zoveel mogelijk blauwe duimpjes mogen proberen achter te laten, zou super nice zijn als het natuurlijk kan. En als je nog niet bent geabonneerd op mijn kanaal, klik dan nu eventjes op dat abonneerknopje. Want ik doe natuurlijk een Brawl Pass giveaway en wie weet ga jij die gewoon winnen. En wat je daarvoor eventjes moet doen is dus abonneren op mijn kanaal. En eventjes mijn Instagram checken, wat in de beschrijving staat. Dat het gewoon dezelfde naam is als mijn YouTube kanaal. Want ik doe dus samen met Jesse die giveaway. Dus ga dat sowieso checken. En ja, wij zijn dus hier zo in Brawlers zoals je kan zien. Maar ik snap dus echt legit nog niet waar ik dus dit pakketje vandaan heb gekregen. Dat, ja, dat reactiepakket. Want ik speelde dus letterlijk in mijn stream gewoon wel potjes. En ja, ik kwam net zoals dit schermpje gewoon het potje uit, zeg maar. En ja, ik ging naar de winkel. En toen had ik eigenlijk alleen maar die verjaardagsaanbieding. Die ik overmorgen ga openen voor jullie. Oké, wacht, ik moet even dit uitzetten zo. En ik had die speciale aanbieding van krachtpunten. Dus ik ging daarna weer een potje spelen omdat de chat wilde dat ik een potje ging spelen. Ik kwam dat potje uit en ik zag dat er opeens nieuw stond bij winkel. Ik dacht, ik heb net al de winkel gecheckt. Maar blijkbaar ja, kwam dit ding opeens in de itemshop bij mij. En ja, ik kan hem ook niet kopen nu. Oh jawel, ik kan hem nu wel kopen. Ik wou net zeggen, ik klik hem 3 keer aan. Dat lukte niet, maar ja, wat staat erbij? Dit pakket bevat 2 gewone reacties en 1 zeldzame of een epische reactie voor een ontgrendelde knokker. De waarschijnlijkheden zijn als volgt. Zeldzame reactie 85%, een epische reactie 15%. Ik ga hem gewoon kopen, want ik weet niet wat het is en ik heb ook echt geen idee wat het is. Nou, here we go. Kijk eens aan. Ik koop dit dus en dan zie je dus, oké. Shelly heb ik iets ontgrendeld. Ik heb voor Rico iets ontgrendeld. En voor Leon heb ik dus iets ontgrendeld. Oké, dus ik heb dus voor Shelly een juichtransitie of zo'n een juich-emoji ontvangen of zo. Voor Rico weet ik niet. En voor Leon ook niet. Maar wat ik dus ga doen, is ik ga dus naar Leon. Ik zet Leon eventjes aan. Dan kan ik hier nog niks van zien volgens mij. Kan ik dan hier iets van zien? Nee, ook niet. Volgens mij is het dus als jij een potje wint of een potje verliest, hoe jouw knokker reageert. Dus wat ik nu ga doen, is ik ga gewoon eventjes een potje edelstenen grijs spelen met deze knokker. En dan ben ik dus benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Ik heb dus echt geen idee wat het precies is. Als jullie het weten in de comments, laat het mij dan zeker eventjes weten. Want ja, in de chat, terwijl ik live was, wisten ook niet allemaal mensen het. Maar voor Leon heb ik volgens mij een hel animatie. Dus ik hoop eigenlijk dat we dit potje gaan verliezen, als ik heel eerlijk moet zijn. Dat zou wel nice, want dan kan ik zien of, die animatie is ja of nee, zeg maar. Dus laat me eventjes proberen of te verliezen of gewoon te winnen. Want ik heb dus geen idee hoe dit zit. Dus daar gaan we nu achter komen. Kijk, mijn teammates. Oh, ik ben dood. Oké, mijn teammate is ook dood. Ik zou het dus nu niet erg vinden als ik verlies. Want volgens mij is het dus een emoji als ik verlies. Dus ja, ik heb geen idee of dat echt klopt. Daar gaan we natuurlijk achter komen. Maar ja, het is natuurlijk wel grappig, zeg maar, dat dit nu opeens in de game zit natuurlijk. Oh, ik ben wel bijna dood. Waar zit hun persoon die het meeste dingen heeft? Zit hij hier? Hij zit daar ergens in, denk ik. Wacht. Ik moet eerst even die Bibi pakken. Ik vind het wel apart hoor, jongens. Ik vind het wel apart. Zeg ik jullie heel eerlijk. Even kijken. Oh, wij hebben alle edelstenen nu. Wij hebben nu op dit moment alle edelstenen. Nou, chill. Nice. I appreciate that. Oh, shit. Ik gooi even mijn clone erin. Die is nu dood. Oh, kijk naar uit, teammate. Kijk uit, teammate. Kijk uit. Oh, die Bibi. Die Bibi. Kijk naar uit, bro. Kijk uit, bro. We gaan dood. Let op, we gaan dood. I call it. Hij gaat daar blijven staan. Die Rico moeten pakken. Oh, nee. Ja, gaan we toch nog verliezen, hè? Gaan we toch nog verliezen wat ik zei, jongens? Gaan we toch nog verliezen? Oh, nee. Oké, ik ben benieuwd of ik dus nu een nieuwe cry-emoji heb voor deze knokker. Oké, laat me maar verliezen. Ik wilde ook verliezen namelijk, dus I don't care. Hier, ik gooi mijn special nog even weg. Hier, hoppatee. Niet dat we er toch iets aan hebben. Hoppatee, oké. Nu goed opletten. Hebben we dus een nieuwe ja, reactie van Leon? Even kijken. Weet ik niet. Volgens mij niet. Volgens mij niet, of wel? Komt hij nu? Nee, ook niet. Was dit een nieuwe cry-emoji? Ik heb geen idee, echt niet. Ik heb legit geen idee hoe en wat het zit, zeg maar. Ik weet het echt niet. We hebben ook iets voor Shelly. Waar heb ik mijn Shelly staan? Mijn Shelly staat hier ergens. Ja, hier. Wat ga ik daarmee spelen? Ik kan er wel een potje mee spelen. Ja, wat is de emoji van Shelly eerst? Voor mij is dat gewoon springen en dan dat ding pakken, toch? Ja, zo.
Maar die is ook niet veranderd. Ik heb geen idee. Als jullie weten in de chat wat het is, dames en heren, laat het maar even weten. Of in de comments. Sorry, excuses, ik dacht dat ik live was. Maar er zijn ook weer nieuwe opdrachten zoals je kan zien. Dus ik ga zo met 3 solo showdown potjes spelen met Max. Maar eerst hebben we nog een knokdoosje die kan openen. Omdat we dat gehaald hebben door de aantal punten die ik heb gekregen natuurlijk. Nou, dat is allemaal lekker. Maar ik vond het zo raar, jongens. Ik was gewoon live. Ik dacht, nou, ik moet het ding even kopen. Ja, we kunnen gewoon even 1 potje spelen met Shelly. Om te kijken of daar dus iets mee veranderd is. Maar ja, ik heb dus eigenlijk geen idee waarvoor dit moet dienen. Als ik heel eerlijk moet zijn, hoor. Maar goed, we spelen tegen een A-bit, een meneer P volgens mij en een Pam. Dus we moeten even kijken hoe we dit gaan doen, jongens. Ik wil eigenlijk dan wel dit potje winnen. Lukt het niet, ja, dan is het jammer. Dat kan natuurlijk ook gebeuren, maar goed. Even kijken, die A-bit moet even dood. Die Pam heeft er al 2. Zo, die A-bit is bijna dood. Maar die meneer P moet even uitkijken, want die kan met zijn dingetje eroverheen gooien. Ah, dat bedoel ik. Wegwezen. Wegwezen daar! Woepsie doepsie boepsie! Hier, pam bam 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 bam. Hier, hutsakee, die is dood. Ik moet even die Pam proberen te pakken. Die Pam weet dat ik hier zit, volgens mij. Ja, die Pam weet dat ik hier zit. Die Pam moet even gecontest worden. Hier, de kill treffen. Of nee, toch niet. Dat lukt namelijk niet. Oh, ik heb mijn special verpest. Oh, mijn gadget is verpest. Oké. Okay. Gaan we deze weer winnen of verliezen? Ik heb geen idee. Oké, Pam dood. Ja, Pam is dood. Snel die edelstenen pakken, wegwezen hier. Oké, edelstenen pakken. Lekker, boys. Lekker. Pak ze allemaal. Nu moeten we daar heel snel heen wezen en dat alles domineren. Nu moeten we die plek daar domineren. Lopen. Niet doodgaan. Niet doodgaan, we hebben er nog 1 nodig. Jij wegwezen daar. Zo, nog eentje. Kom op. Poep dat ding uit. Oké, we kunnen aftellen. Wegwezen. Loop naar achter, teammates. Loop naar achter. Loop alsjeblieft naar achter. Wees niet zo dom om nu te gaan pushen. Kijk naar uit. Oh, we gaan die edelstenen kwijtraken. Ik voel het al dat we die edelstenen gaan kwijtraken. Nog eens 5 seconden hebben we dit volhouden. We moeten dit nog 5 seconden volhouden. Nog 2 seconden. Let's go. Nog 1 seconde. Bam. Oké, hebben wij een andere animatie met Shelly? Laat zien. Hebben wij een andere animatie? Nee, hij doet precies hetzelfde. Oh mijn god, waar heb ik dan zojuist 50 edelstenen voor uitgegeven? Ik heb echt geen idee waar ik dus juist 50 edelstenen uit heb gegeven. Echt, totaal niet gewoon. Maar, als we dan nog even naar de opdracht gaan, moet ik 3 potjes spelen met Max. Dus waar gaan wij 3 potjes mee spelen? Laten wij gewoon eventjes een potje solo showdown spelen. Ik denk dat dat wel te doen is. Laten we gewoon een potje solo showdown spelen. Ja, zoals ik dus zei, ik moet dus 3 potjes winnen met Max. Nou ja, in solo showdown is het dus zo, als je derde wordt, volgens mij telt dat al als een win mee. Dus dat is super chill natuurlijk. Dus daarom ja, hopen dat we derde minimaal kunnen worden. Ik probeer even wat krachtsteentjes te pakken. Oeh. Hey, kijk eens aan. Deze moeten we even proberen te pakken. Waarom killen we elkaar niet? Kill elkaar eens, bro. Speel duo showdown. Nee, dat kan niet. Ik speel geen duo showdown. Oh mijn god. Zit daar een spike? Kan ik die spike proberen te killen? Ik wil die spike proberen te killen. Hier. Kom hier. Hij heeft 3 krachtpunten. Zet hier nog een kistje. Oh, kijk uit, Jess. Kijk uit. Je moet geen damage pakken. Geen onnodige damage pakken. Oké, er zijn nog 8 mensen over. Hier, 3 krachtstenen nu. Prima. Maar ja, als jullie in de comments kunnen achterlaten, jongens, wat ik dus straks heb gekocht, zou ik er heel blij mee zijn. Want ik weet het dus nog steeds niet. Ik weet echt nog steeds niet waar ik dus 50 edelstenen aan heb uitgegeven. Even kijken. Laat me gewoon even deze doos pakken. Zo. Dan snel wegwezen van de spike. Zo, huppatee. Jammer. Hier, ik kan jou wel hitten. Oh, nee, net niet. Oké, 7 mensen over. Er moeten even wat meer mensen doodgaan, jongens. Kom op, zeg, hé. Doe een beetje even doodgaan, bro. Doe even een beetje doodgaan, alsjeblieft. Kom op, ik moet derde worden, minimaal. Dan heb ik in ieder geval weer zo'n challenge erbij. Of challenge, dan heb ik even 1 punt voor mijn challenge erbij. Oké, ik moet hier wegwezen, want anders word ik opgesloten. Laat die robot hem maar lekker pakken. Zit hier een Daryl. Oké, die Daryl, die moet even gepakt worden. Die Daryl gaat bijna dood. Die Mortis ook. Dit is top. Oké, er zit daar een... Ik weet even niet hoe die knokker heet. Hoe heet die knokker nou? Dat is niet Jean. Oh, ik weet even niet hoe die heet. Ik heb een blackout, boys. Mortis hier. Kom op. Nog 1 iemand moet er doodgaan. Als die Mortis even doodgaat, of in iets in ieder geval. Oké, ik ben derde. Zo. Nu kan ik doodgaan. Kijk, nu heb ik als goed is een win erbij. Dat wilde ik even laten zien. Nu heb ik als goed is een win erbij. Sluiten. Kijk eens aan. Positie 3. Doorgaan. Check links onderin. Komt er een win bij? Juist. Kijk, let's go. Win nummer 1 is binnen met Max. Heel erg chill natuurlijk. Heel erg lekker. Zo moet het ook gewoon. Dat is helemaal top hier natuurlijk. Kunnen we nog even een potje doorspelen. Toen kunnen we gelijk deze challenge voltooien. Daar heb ik dat ook weer gedaan. Als ik deze challenge voltooid heb, is dat natuurlijk even hartstikke lekker, hartstikke cool. Dan heb ik weer kans om een leveltje omhoog te gaan in mijn Brawl Pass natuurlijk. Er zit hier een Bea. Daar moet ik voor uitkijken. Want als die me hit, dan ben ik toch echt wel even goed de lul. En die hit mij nu ook. Dus ik ga maar eventjes weg daar. Dan pak ik even deze nog. Dat ik even iets sterker ben. Zo, ja jammer. Bijna raak. Oh, er zit hier een robot. Ja, joe. Er zitten 2 Bea's in. Oh, gaat die robot nou de hele tijd achter mij aankomen? Nee, toch?
Ik outrun die robot zwaar, dus waarom zou die achter mij aan blijven komen? Waarom zou die robot achter mij aan blijven komen? Oké, hij gaat nu daarheen. Nice. Gaan we dan even deze krachtpunten pakken. Die krachtpunten zijn heel erg chill. Kom op, even deze erbij. Kijk eens aan, 5 krachtpunten hebben we op dit moment. Dat is nice. Zit hier een Jackie met 1 krachtpunt. Hier zit daar een Bea. Oké, nice. Dankjewel voor de krachtpunten. Oh, ik moet uitkijken, want die is best wel sterk, die Bea. Zo, die heeft er 3 krachtpunten al, hè. Besef, die heeft dus 3 krachtpunten. En besef hoeveel damage die doet. Die doet gewoon 3000 damage met 1 hit. Dat is echt bizar. In ieder geval, 6 knokkers over nog. Prima. Oh, jee. Ja, succes. Ik zit hier veilig. Waarom zitten er allemaal Bea's in deze lobby? Wat is dit, joh? Waarom zitten er allemaal Bea's in? Kill even die, die Bea. En een MC hier. Pff, jezus, Mina, man. Wat zijn dit voor lobby's, joh? Maar ik denk dat iedereen een Bea-challenge heeft. Zo is iedereen een challenge van... weet dat? Ga solo showdown spelen met een Bea of zo. 100%. Kijk, ik outrun deze guy makkelijk. Maar ik kan hem even damage doen. Misschien dat ik dan nog even wat krachtpunten krijg van hem. Hier, pak me dan. Pak me dan, bro. Hier, kijk eens aan. 3 krachtpunten erbij. 11 krachtpunten op dit moment. Wie gaat mij nu nog kunnen pakken? Niemand. Niemand gaat mij nu kunnen pakken, hoor. Hier, kijk hoeveel damage ik doe. Ik doe echt mega veel damage. Oké, ja, die M's ook. Oké, we zitten weer top 3, dus we hebben weer een win erbij. Super nice, super lekker. Allee, kom dan. Kom dan, bro, met je Bea. Bea heeft 5 krachtpunten. Ik ben de lul. Ja, wat wil je doen? Oké, die M's komt hier. Oké, lekker. Ik moet hier wegwezen. Oh, die Bea heeft mijn hart gefinest. Lijp. Oké, tweede geworden. Betekent wel dat we ook die challenge erbij hebben. Let's go. We hoeven nog maar 1 potje derde te worden. En dat gaan we nu ook even halen. Dan hebben we in deze video ook gewoon die challenge weer gehaald. Wat natuurlijk super nice is. Oh, ik was daar even aan het concentreren, yo. Holy damn. Ik dacht even, die kunnen we pakken. Maar helaas niet. Zo makkelijk ging het deze keer niet voor mij. Even kijken. Dankjewel dat ik even deze krachtpunten mag pakken. Ik ben bijna dood. Oh, ik ben weg hier. Even wegwezen daar. Oh mijn god. Ik ga dood, hè. Ik ga denk ik echt dood. Oh mijn god. Hier ontsnap ik dan echt net de dood. Even serieus. Hier ontsnap ik echt net de dood. Oh. Jezus, Mina. Oké, dit is heel eng dit. Dit was heel close. Ik had het eigenlijk niet mogen overleven, denk ik. Wat ik zojuist heb overleefd, had ik niet mogen overleven. Dus als ik dadelijk dood ga, dan teken ik het als een man. Want ik had al dood moeten zijn hier zo. Dat is één ding wat zeker is. Poepoe. Ik had daar al even weg moeten zijn. Oké, laat die Frank maar even pushen. Laat die Frank hitten, denk je? Die gaat voor die kist. Frank gaat voor die kist. Ja, knal elkaar af. Knal mijn kamer even af daar. En dan komt hier een robot. Oh, ik dacht dat het zo'n milkshake was. Woe! Oké, 8 mensen nog over. Dit kunnen we easy pakken, jongens. Easy pakken. Easy wins. Ik heb alleen niet heel veel krachtpunten. Dus ik moet er nu gewoon gaan spelen op mensen die elkaar killen, denk ik. Ik denk dat dat het beste plan is. Oh ja, toch. Hey. Hallo, bro. Ja, kill hem even. 2-1 minder. Als je hem even pakt. Kom op. Ik speel lekker rustig. 7 knokkers nog over. Moeten er nog 4 doodgaan. Ik loop hier rustig rondjes. Nog 3 moeten er doodgaan. Kom op. Pak elkaar. De shake moet even wat meer gaan vormen. Dan kan ik eventjes wat meer naar het midden toe. Oké, nog 2 moeten er dood zitten. Die eentje boven. Hij is weak. Oké, we moeten hem inslaan. We moeten hem insluiten. Hij heeft 10.000 HP. Dus dubbele aantal helft van ik heb, hè. Zit daar een Bibi? Die moet elkaar even killen. Kill elkaar even. Oh, die deed veel damage. Ja, oké, let's go. Oké, we hebben de challenge gehaald. We hebben de challenge officieel gehaald nu. Oké, let's go. Ik kan nu rond gaan rennen. Huppatee. Er valt vrij weinig meer te verliezen nu. Hier. Kijk maar. We kunnen dit nog proberen te winnen, hoor. Daar niet van. Maar dat gaat heel lastig worden. Want ik heb maar 3 krachtpunten. Terwijl Pammer heeft er 2. Ja, maar die heeft meer helft dan ik. Ja, ik ga denk ik hier dood nu. Ik ga denk ik nu dood. Of nog net niet. Ik ben wel ingesloten. Ja, ik ga dood. Ik ga 100% dood nu. Ik ga 100% dood. Maakt niet uit. We hebben de challenge voltooid. Daar gaat het om. 3 keer gewonnen. Tussen aanhalingstekens. Kijk eens aan. Hoppatee. Druk maar op sluiten. Bam. Positie 3. Doorgaan. Hebben we de challenge voltooid. Rang 17 met Max. Kijk eens aan. En weer 100 van die beloningspunten. Token beloningen erbij. Kijk eens aan. Wat hebben we nu? Zijn we level 34? We zijn level 34. Super nice. Nou, prima jongens. Helemaal nice. Dat was weer de video voor vandaag. Ja, weet jij nogmaals in de comments. Laat weten wat ik heb gekocht. Ik weet het namelijk niet. Tot morgen om 7 uur bij een nieuwe video. Vergeet niet te abonneren. Check mijn Instagram nog voor de giveaway. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video, jongens. Later!